Kelvin en leuk dat je kijkt naar een nieuw filmpje van mij. Zeker lachen. Het is een feest vandaag, aangezien we vandaag gewoon lekker doorgaan met de strijd. En weet je nog niet over welke strijd ik het heb, dan zou ik bijzonder goed opletten. Zoals jullie misschien weten, battle ik tegen Diana, a.k.a. Tears for Dazzle, a.k.a. de blonde godin van YouTube Nederland. Hoi Diana. En die strijd heet de Dubbelfris Smaakbattle. Nou heeft Dubbelfris twee smaken in de winkel liggen, namelijk een jongensmaak en een meisjesmaak. En een jongensmaak in Berry Burst, want die is episch. En mijn taak vandaag is om jou ervan overtuigen dat jij op de mannensmaak moet stemmen in plaats van op de vrouwensmaak. Aangezien de mannensmaak veel epischer is. Nou, is er iemand geweest die daar niet zo over dacht? Peter! Peter is overgestapt naar de vrouw de vorige keer. Maakt me niet uit. Klootzak. Ik moet eerlijk toegeven, hij is toch wel wat lekkerder. Sorry, Kelvin. Hoi, ik ben Diana. En ik kan niks alleen tijdens een wedstrijd. Hoi, Diana. Zou ik jou eens even lekker helpen in je wedstrijd tegen Kelvin? Nou, Peter, als je graag bij de vrouwen wil horen, dan moet je dat vooral doen. Ik blijf bij de mannen. Over mannen gesproken. Wat ik voor deze video heb bedacht, is dat ik in 24 uur zoveel mogelijk mannelijke dingen ga doen. Aangezien ik super mannelijk ben, is dat fucking mismakkelijk, je weet toch? Oké, back to business. Ik heb mannelijke dingen op papiertjes geschreven, heb ik in een kom gedaan. Dit is de kom, zoals je kan zien zitten er allemaal briefjes in, zeker leuk en zo. En ik kies, oh nee, dit is niet de bedoeling. En ik ga vandaag uit deze kom kiezen welke mannelijke dingen ik moet doen. Wish me luck, ga je dat doen? Wish me luck. Kom dan. Wish me luck, my baby. Mannelijke dingen. Mag ik een drumroll? Ik heb er twee. En het is... scheren! Yo! Zoals je kan zien heb ik een bijzonder grote baard laten staan voor deze gelegenheid. Original promise, a vision, a world could predict this reality. Trip if you told them my impotence limited me for a moment, believing in. Okay, next, please. Oh, okay, volgende graag. Komt u maar. Hangen met je matties op straaien. Diana, let me be the one who maakt je kapot maakt in de Dubbelfris smaakbattle. Oh! Op dit papiertje staat koken. Een echte man kan namelijk koken. Welkom bij een nieuw programma Kelvin Kookt Kutzooi. Vandaag maak ik een hele aardige maaltijd, namelijk het volgende. Vlees. Asfornuisje aan, pannetje erop. Beetje olie in de pan is zeker niet verkeerd. Je moet er lekker een scheutje, een deugje of twee of drie in gooien en dan gaat het helemaal goed. Oh, fucking hell! Maar niet veel mensen weten dat hamburgers eigenlijk kuddedieren zijn. En kuddedieren functioneren het beste als je ze gewoon in groepjes lekker bij elkaar legt. Je weet precies hoe het gaat. Soms moet je ze even omgooien. Lekker melkje op de hamburger is zeker niet verkeerd. Geeft die extra flavor, die extra smaak. Je weet hoe de kok Kelvin het doet. Oh, kut. Nee! Uit het pak drinken. Nou, zal ik jullie even wat vertellen. Namelijk, echte mannen, die stoppen niet eerst drinken in een glas en drinken het dan. Echte mannen, maar ook alleen maar de echte mannen, die pakken het pak en die drinken het gewoon uit het pak. Nou zal ik even vertellen dat ik, Kelvin Boerma, nog geen rijbewijs heb. Helaas pindakaas. Ik mag dus niet rijden, maar iemand anders mag wel rijden, denk ik. Ik ben helemaal afgereisd naar Zandvoort voor het volgende mannelijke iets.
En dat is naast de coureur in een raceauto zitten. En het wordt vet, want ik ga keihard, hoop ik. Ik weet niet hoe hard, maar vast vet hard. Je hoort de auto's al. Nou ja, aan het eind van het rechte stuk gaan we ongeveer zo rond de 220 km per uur. Oké, okay, let's go. Boertje laten. Was ik dat? De grande finale van de Kelvin mannelijkheidstest 2014 eindigt maar liefst met... Zo, dat waren mijn mannelijke dingen voor vandaag. Ik hoop dat je het tof vond om naar te kijken. Hey, wat ik jullie graag wil vragen is om... Oh nee. Het is toch ongelooflijk. Dames en heren, meneer De Harten. Yo, ik heb een vraag. Waarom, ja? Ik heb niet eens gezegd dat je naast me mocht zitten. Mag ik wellicht? Ja. Toch even mijn keuze opnieuw... Nou, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Jij hebt mij er gewoon alleen voor laten staan, dude. Niks, man. Ik dacht eerst dat ik echt smaak lekker te vol. Maar toen? Ja, het ding is, als je te veel vond, dan in één keer proef je... Oh, wat een beetje pussy ben ik dan nu. Oh, dus jij vond kiwi toch iets te gay? Ja. Oké. Okay. Het is lichter. Het is blond. Je hebt het geblondeerd. Ik heb het geblondeerd. Het is mijn nagels. ik ga toch bij mijn maat staan, weet je. Maar niet alleen bij mij, maar bij alle mannen. Team Boys! Brrrr! We gaan fucking winnen toch? Weet je? Ja, ik weet het, de strijd is nog niet gestreden. Mannen! De mededeling is dat jullie in de eerste link in de beschrijving kunnen klikken. En dan ga je naar de Double Frips. Ga je naar de Double Frips website waarop je kan stemmen op Team Boys. Zodat de mannen smaak wint. En ja, oké, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je leuk vond om naar te kijken. Ik zie jullie volgende keer weer. Doei! Mocht je nou nog steeds te velen wat ik me aardig kan voorstellen, aangezien ik fucking geen reet aan ben, dan kun je hier klikken naar andere video's van mij. Namelijk deze video, dat is de vorige Kelvlog video, die zeker super grappig is, al zeg ik het zelf. Daaronder staat de Cinemates video, dat is niet op dit kanaal, maar op een ander kanaal die Engels gesproken is. Ook fucking bijzonder leuk is. En je hebt gewoon keuze uit twee, het is ongelooflijk. Kies maar, doei!